We hebben zo meteen de tweede keynote, keynote van vanmiddag. Maar voor die keynote hebben wij een korte plenaire terugkoppeling vanuit de subsessies. En dat doen we aan de hand van een panel interview. En die panel interview doen we met de vier organisatoren. En die ga ik eventjes eerst introduceren, weer introduceren en dan vragen, verzoeken om naar het podium te komen. Het panel interview gebeurt met Lisa Olsthoorn, voorzitter van Studentenwerk Morgen. Frank Hartkamp, senior programma-adviseur van Agentschap NL. Daar is Frank. Rudolf Staal, voorzitter Special Interest Group Groene ICT en Duurzaamheid. Prachtig. En Gerard van Westrinnen, projectmanager Duurzaamheid Surf. Nou, we hebben slechts 15 minuten. Dus ik stel de vragen. Ik werd geïnstrueerd om de microfoon zelf te houden en niet af te geven. En u wordt verzocht dus kort en vooral flitsend dus je antwoord te formuleren. En ik begin met jou, Lisa. De vraag is, na alle die discussies en alle wat je aangehoord hebt van presentaties en zo, kun jij twee highlights noemen waarvan je zegt van ja, nou dat was heel interessant. Dat is een deel van de vraag. De andere vraag, het andere deel van de vraag is, wat ga je daarmee doen? Ja. Nou, ik hou het vast, hè? Voor de eerste vraag denk ik dat er vooral is uitgekomen dat het belangrijk is om, klinkt misschien voor de hand liggend, maar om vooral te blijven samenwerken. En dan heb ik het over de hogere onderwijsinstellingen zelf en studenten. Er is altijd nog een grote vraag naar draagvlak. Niet bij alle ICT-vernieuwingen zal het draagvlak van studenten nodig zijn, maar vaak is dit wel het geval. En dan denk ik dat het heel belangrijk blijft om op elkaar te blijven afstemmen. Wat is de vraag, wat is het aanbod en hoe kunnen we elkaar daarin versterken? En uit discussies kwam naar voren dat ze niet altijd van elkaar weten dat ze eigenlijk dezelfde kant op willen gaan. En dat het daarom heel belangrijk is om vooral studenten ook daarbij te blijven betrekken. Omdat zij, ik denk, daarin een hele belangrijke motor kunnen spelen om veranderingen uit te voeren. Maar wat vond je opvallend? Heb je iets, een highlight waarvan je zegt van ja, hey, dat vond ik wel frappant wat betreft dus green IT of de impact van IT op duurzaamheid? Nou, we hebben een hele mooie presentatie gehad van de mannen van Colibre. En dat was om de duurzame balans te krijgen binnen huis. En als ik dan toch aan mijn eigen studentenhuis denk, dan denk ik, daar valt nog een hoop te behalen wat dat betreft. In hoeverre dat haalbaar is met smart grids en dergelijke, dat zou ik niet weten. Maar het is mooi om te zien dat je naast heel veel praten over ICT en duurzaamheid ook echt zelf aan de slag kan gaan. Om je energie handig te gebruiken, maar ook na te denken bijvoorbeeld over, inderdaad zoals meneer Vuur al zei, over de apparaten die je gebruikt, je mobiele telefoon, hoe met je laptops. We verbruiken toch een heleboel, ook vooral als studenten. En hoe ga je daarna mee om als je het eigenlijk afgeschreven is, ben er bewust van wat voor grondstoffen daarin zitten en ga daarmee aan de slag. En dat kan je allemaal zelf doen en dat is heel belangrijk om te realiseren dat je daarin zelf een hele belangrijke rol speelt. Prachtig. Ik vind het heel fijn om jullie dan hierbij te hebben. Ik kom straks bij jou terug met de vraag van hoe kunnen we nou bottom-up dan een aantal dingen initiëren in plaats van dat de studenten dan horen van dit gaat gebeuren. En dat je een reactie krijgt, juist tegenovergesteld. Maar ik kom straks dus terug. Maar ik ga even naar Frank. Frank, jij zit er al een hele tijd in dit veld. Dus, en je eigenlijk, zou ik zeggen, niks verrassend vandaag. Toch? Toch wel. Nou ja, uiteindelijk vind ik elke keer weer, als ik zoveel enthousiasme op één dag bij elkaar tref, vind ik dat toch heel verrassend. Ik had het wel gehoopt. Ik had het ook wel verwacht, maar het is dan niet zo dat ik denk van goh, het valt me niet meer op. Het valt me wel op, het enthousiasme en in alle sessies hoe er werd deelgenomen en aandachtig geluisterd en meegediscussieerd. Ja, dat vind ik toch, dat blijft toch heel inspirerend en daarmee ook verrassend. En nieuwe ideeën opgedaan over wat je dan vanuit Agentschap NL moet gaan doen?
Nou, vooral doorgaan waar we mee bezig zijn. En ik ben vandaag toch weer heel veel verschillende sporen op het terrein van ICT en duurzaamheid tegengekomen. Waar we ook als agentschap soms een kleine rol in hebben kunnen spelen. Dus ik hoop dat dat voor de toekomst kan doorlopen. En ja, uiteindelijk gaat het toch om het verbinden van kennis en van mensen en het mogelijk maken van samenwerking. Want het blijft allemaal mensenwerk waar we hiermee bezig zijn. En hoe beter je elkaar verstaat en begrijpt, hoe mooier de dingen komen er tot stand. Dat is toch wat ik hier vandaag weer gezien heb. Prachtig. Allemaal, laten we zeggen, positief. Nu probeer ik even toch doorheen te prikken. Heb je naar je gevoel dat wij binnen de onderwijssector, en dan heb ik het niet over alleen maar de mensen hier, want de mensen hier zijn ontzettend enthousiast en positief ingesteld over duurzaamheid. Maar over het algemeen, als je macro kijkt, doen wij nu genoeg aan duurzaamheid? Nou, kijk, het komen naar eens een dag hier is natuurlijk niet voldoende activiteit. Hè? Het gaat er juist om wat gebeurt er dan na vandaag. Een klein voorbeeld. Ik had in de voorbereiding op dit symposium wilde ik graag iemand van een hogere onderwijsinstelling zijn energieefficiëntieplan laten presenteren. Met daarin de rijkheid van de maatregelen op het terrein van de ICT. En toen ik vervolgens een aantal van de energieefficiëntieplannen die onlangs geschreven en ingediend zijn onder meer bij agentschap bestudeerde. Toen viel het me op dat ik echt ontzettend moest zoeken om ook maar één ICT-maatregel in die energie-efficiëntieplannen tegen te komen. Dus als je dan vraagt van doen we genoeg, dan denk ik van nou, we hebben het er wel over. Maar komt het dan ook bij de goede mensen aan? En zijn de goede mensen, doen die dan ook de goede dingen? En lezen we het dan weer terug? En daar is nog wat mij betreft een wereld te winnen. Prachtig. Ik kom er straks op terug. Rudolf. Ja, ik ga vast met mijn energiecoördinator praten. Ja, precies. Ik heb zeker dingen aangedragen, maar ik denk dat die wel te vinden zijn. Dus. Ja. Nou, ik zou zeggen, dus van binnen de Special Interest Group groeit gestaag. De 250, 300, 350 nu deelnemers. Is er ook iets verrassend voor je geweest vandaag? Want je monitort in wezen via het Special Interest Group ook allerlei activiteiten en interesse. Ja. Is er iets wat jou opviel vandaag? Nou, mijn eigen praatje. Dat is het eerste. Nee hoor, ik heb zelf praatje moeten geven, dus ik heb het begin van de parallelsessies gemist, de eerste set. Dus ik heb alleen de tweede gehad. Wat me wel opviel, is wat ik ook hier zag, is dat ik ben erg blij dat de studenten ook bij zijn. Want ik denk juist dat wij als onderwijsinstelling studenten opleiden. En hun moeten eigenlijk de duurzaamheid gaan verder brengen op hoog plan. Ik bedoel, wij zo'n tijdje gaan wij met pensioen en moeten hun het gaan doen. Dus ik ben erg blij dat zij nu ook bezig met het manifest aan schrijven zijn. Dus dat vind ik leuk. En ook dat ik de politiek vanochtend zag van, ja, weet je, we moeten het meer met elkaar gaan doen. Het zijn hier in steden, ik zie ook nu de steden met hogescholen, universiteiten. Ik denk, ja, die integratie, dat vind ik echt een inspirerend iets. Ik denk, dat moeten we, zeker met het midden- en kleinbedrijf, maar ook groot bedrijf, we moeten steeds meer samenwerken om, en dat zag ik ook in een presentatie van vanmiddag over het gebruik maken van stroomvoorziening en dat dus balanceren. Dat kunnen we niet lokaal als één organisatie doen. Dat kunnen we net als met mijn onderwerp, data storage, dat kan je niet alleen doen. Daarvoor ben je eigenlijk te klein. Daar moeten we echt gaan breder kijken naar wat kunnen wij als Nederland en als universiteit en hogeschool in Nederland, wat kunnen wij samen bereiken om gewoon op duurzaamheid echt een stuk te verbeteren. Prachtig. We moeten meer samenwerken. Ik denk een heleboel van ons hebben dat geconstateerd, die beamen dat. Maar wat gaan we nou doen hieraan vanuit de Special Interest Group? Nou, wat ik zelf merk, maar ik ben net voorzitter geworden, dus ik moet nog een beetje thuis raken in de zichtgroep. Wat ik wel zo zie is denk van, het is handig voor onderwijsinstellingen dat ze misschien een pad krijgen wat ze kunnen doen. Welke zaken zijn echt haalbaar, wat kunnen we echt aanpakken, waar kunnen we geld in stoppen? Want toch meestal is het geld wat onderwijsinstellingen hebben om duurzaam te doen. Waar haal ik de meeste efficiëntie uit? Ik heb het onderwerp gedaan in de presentatie waar ik zeg van, is leuk, maar dat levert niet heel veel op. Terwijl zoals Power Management, een werkgroep door zich ook geïnitieerd. Als je daar een slag mee gaat, kan je dus echt rendementen halen. Nou, ook ICT in curriculum, daar haal je op de duur ook rendementen uit. Ik denk dat wij als SIG-groep dat moeten goed gaan aanbrengen naar onze leden toe. Iedereen die LinkedIn ook zit. Van joh, kijk eens, hier heb je cases, hier kan je aanpakken. Wij bieden die informatie en proberen het gestructureerder en overzichtelijk aan te gaan brengen. En denk, daar kan je wat mee en daarmee kan je dus ook echt direct aan de slag. En dat is wat we doen. We moeten niet alleen praten, maar ook direct aan de slag gaan
om daadwerkelijk dus verduurzaming te krijgen in onze organisaties. Nou, dat is prachtig. En ik zou zeggen, wie nog geen lid is, word alsjeblieft lid. En geef gewoon je bijdrage of geef je voorstellen over hoe we dan die dingen kunnen verbeteren. Nu ga ik naar Gerard. Ja, dat is de derde op een rij symposium. En zoals ik vanmorgen had gezegd, ja, het aantal deelnemers groeit gestaag. Als ik dan met de mensen praat, iedereen enthousiast, geïnteresseerd. Wat kunnen we nog meer doen vanuit SURF? En zijn er dingen die dan jou ook opvielen? Ondanks dus het feit dat ik zou zeggen ook, je zou weten wat je te wachten staat. Ja, in ieder geval doorgaan. Het is het derde symposium op rij. We zijn ook zeker van plan daar een vierde op te laten volgen. Het is altijd een nadeel als je natuurlijk veel gelijkgestemden hebt. Maar en als je iemand van SURF vraagt van wat is nou een highlight, dan is dat toch ook weer het samenwerken. SURF is daarvoor opgericht en je ziet dat dat werkt. Maar je ziet dat dat niet alleen werkt binnen de hoger onderwijsinstellingen, ook met de studenten, ook met de oproep van Marijke van Hees, met de digitale stedenagenda die een expliciete oproep vanochtend deed, met de mensen ook uit het bedrijfsleven, de consultancyhoek die hier vandaag aanwezig waren. Ik denk dat dat een heel belangrijk aspect is waar we zeker verder in moeten gaan investeren. Belangrijk ook wat gaan we dan nu doen en wat heb ik dan als ik terugkijk op die afgelopen 3 jaar met de symposia. Dan zie je dat het langer duurt voordat de sneeuwbal gaat rollen dan ik wel eens zou willen. Maar net bij de power management discussie zie je dat er nu een aantal instellingen echt actief mee aan de slag gaan. Terwijl we 2 jaar geleden al hebben gezegd, er ligt 100.000 euro onder je stoel. Pak het, het is laaghangend fruit. Dat begint nu pas te lopen. Daar ben ik blij om. En we hopen daar toch in ieder geval ook het komend jaar weer een versnelling aan te kunnen geven. Prachtig. Dus doorzetting in ieder geval van de lijn die wij nu hebben uitgestippeld. Voordat ik weer naar Lisa terug ga, ik wou even vragen aan de zaal. Zijn er dingen waarvan je zegt van ja, dat heb ik wel gemist in de samenvattingen of iets wat mij opviel waarvan je zegt van ja, ik wil eigenlijk graag melding van maken? Fantastisch. Samenvatting is... Ja. Nou, ik kom eraan, dus ik hou die microfoon bij mij. Dus... Vorig jaar was ik hier ook en toen werd er gesproken over eisen die gesteld werden aan, of gesteld gaan worden aan leveranciers. Ik vroeg me af wat de status daarvan is. Ja. Eisen vanuit SURF. Ja, voor het hele hoger onderwijs. Ja. Met name aan de leveranciers. Ja, dus het gaat hier om van hoe gaan we nu gebruik maken van het hele hoger onderwijs samenwerking. Ik moet even oppassen voor mijn rug. Samenwerking dus binnen SURF om te zorgen dat, in wezen dus apparatuur groener wordt. Mag ik jou even vragen hoe het ermee staat? We gaan daar zeker mee verder. We willen goed identificeren waar de instellingen behoefte aan hebben. We kwamen net ook van de power management sessie die ik heb voorgezeten. En daar zie je ook de vraag van, ja, er is een aantal softwarepakketten. Kunnen we die nou gezamenlijk inkopen tegen een interessante prijs? Dat zijn zaken die natuurlijk kunnen spelen, waar we als SURF in kunnen bemiddelen. Dan moeten we uiteraard wel eerst vanuit de hoger onderwijssetting duidelijk hebben wat de vraag, wat de behoefte is. Zo zouden we ook kunnen kijken, we hebben dat bij de stuurgroep Groen ICT en Duurzaamheid van SURF vorige week besproken. Kijken naar bijvoorbeeld hardware. Daar gebeurt niet zoveel meer door SURF Market op het terrein van hardware. Maar kunnen we in het kader van de duurzaamheid niet eens met elkaar praten van welke eisen zouden we aan leveranciers moeten stellen, zodat nu en zeker in de nabije toekomst via aanbestedingstrajecten daar winst, duurzaamheidswinst te behalen is. Ik denk dat in dat kader het is ontzettend belangrijk om zoveel mogelijk dan met elkaar dan samen te werken. Nog een vraag daar of een opmerking? Ja. Ik heb even een tip. Behoefte aan zeg maar, samenwerking op het vlak van duurzaam inkopen.
Er is op dit moment een stelsel van criteria voor duurzaam inkopen, gepubliceerd door Agentschap NL. Het gaat over apparatuur, video en dat soort zaken meer. Er is op dit moment ook een teneur om te kijken hoe je functioneel kan gaan inkopen. Ik zou zeggen, sluit erbij aan. Prachtig. Mooi. Zelf mij vielen een paar dingen op. Een van die dingen is hoe mevrouw Van Hees aan het begin de nadruk legde op het feit dat we ons niet moeten focussen uitsluitend op milieu, maar ook op die andere dingen, sociaal. Dat was haar voornamelijk dus aandachtspunt. Maar wat zij misschien niet wist is dat we eigenlijk op de alle drie P's, people, planet en profit dus focussen. Dus ook economie speelt een hele belangrijke rol. Het andere is circulaire economie. Dat kwam ook centraal, dus hele lifecycle management en het aandacht hieraan geven. Software vergroent veel minder snel dan hardware. Nadruk op het feit dat we daar inspanning moeten leggen. Dat is echt een open doel voor ons, een grote opportunity voor een grote kans zeg maar, voor de hoger onderwijs. Gebied en de grote kansen die nog aanwezig zijn binnen de sector vergroenen met ICT. Vergroenen biedt gigantische kansen en we moeten het benutten. Wat ik dan ook hier en daar gehoord heb is dat we eigenlijk meer kunnen doen, nog veel meer kunnen doen binnen de sector hoger onderwijs. En we moeten eigenlijk, denk ik, we zijn allemaal, laten we zeggen, eigenaar van het probleem. We moeten kijken hoe wij dat kunnen bewerkstelligen binnen onze instellingen. Een van die dingen die wij hebben afgesproken is, we proberen elke keer binnen een SURF kleine stap te maken. En een van die stappen is het leggen van de rekening van energie, bijvoorbeeld binnen de universiteit bij de veroorzaker. Dus als ICT is, dan komt die energierekening bij ICT, zodanig dat ook mensen gestimuleerd worden om goed na te denken. Ik wou eigenlijk een laatste vraag stellen aan Lisa, had ik jou beloofd. Een nachtmerrie voor ons allemaal binnen het hoger onderwijs is om dingen te bedenken en dan proberen uit te voeren. En ineens de studenten zijn er tegen en die gaan dat bestemmen als we willen dat niet of dat is eigenlijk niet zinnig enzovoort. Hoe kunnen we nu, en daarom zijn we allemaal blij met de betrokkenheid van de student, hoe kunnen we nou de betrokkenheid van de student structureel maken, zodanig dat dingen eigenlijk niet alleen maar, ik zou zeggen top-down gebeuren, maar ook bottom-up vanuit de gebruiker, vanuit eigenlijk doelgroep van de universiteit richting dan, zeg maar, de hogere onderwijsinstellingen. Ja. Ja, ik heb dit probleem al vaker gehoord vandaag en ik sta er eigenlijk wel van te kijken ook. Dat er blijkbaar initiatieven zijn gestart vanuit de instellingen en dat studenten een beetje dwars gaan lopen doen. Ik ben eigenlijk wel heel geïnteresseerd ook in die voorbeelden waarin dit is gebeurd. Maar ja, het blijft natuurlijk inderdaad zo dat je kunt een heleboel technologieën willen toepassen en ICT willen verduurzamen. Maar als je inderdaad geen bottom-up draagvlak hebt, dan kom je nergens. En daarin wil ik wederom benadrukken dat die samenwerking gewoon heel belangrijk is. Vanuit morgen zoeken wij die eigenlijk steeds meer met ook de instellingen zelf. Nu willen we ook naar aanleiding van de presentatie van Rondvuur ook gaan kijken wat we kunnen doen op het gebied van ICT en het afvoerbeleid. Als student kunnen we druk uitvoeren en ik denk, ik kan me eigenlijk haast niet voorstellen dat studenten dwars gaan liggen op het moment dat er samenwerkingsprojecten zijn waarin studenten ook een stem hebben. Ik denk dat dat wel belangrijk is, want ja, er wordt daar onderwijs gegeven en studenten maken daar toch een heel groot deel van uit en die moeten daar zeker bij betrokken worden. Prachtig. Dames en heren, u heeft het gehoord. Ik word er echt te blij van. Dank u wel allemaal.